Goedemorgen, broeders en zusters. In Israël begroeten we elkaar met de volgende woorden. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat is rusten. We mogen rusten in het volbrachte werk van onze Heer en Heiland. En shalom is vrede. Door het geloof in de Heer Jezus hebben we vrede met God de Vader. En daar kunnen we hem alleen maar voor danken. Ja, ik zal het Jezus vinden, volgen en verkondigen. Prachtige woorden. Heerlijk als we inderdaad de Heer Jezus hebben gevonden. Als hij ons heeft gevonden. Als we hem mogen volgen en ook als we hem mogen verkondigen. Die naam mag en moet verkondigd worden. Hieraan, ja, in dit gedeelte van de wereld, maar ook in Israël. Wij mogen dat in Israël doen. Ik zal me even kort voorstellen. Mijn naam is Albert en mijn vrouw is Esther. En ik heb even gevraagd of zij een aantal data op papier wilden zetten. Want daar ben ik niet zo goed in. Bij mij is het meestal grote stappen gauw thuis. Maar ze zegt nee, je moet wel. Dus we zijn in 2008 zijn we uitgezonden naar Israël door de Kamer. We zijn eigenlijk uitgezonden met het doel gemeentestichting in Israël. We zijn in 2017, of eigenlijk daarvoor, begonnen met een open huis bij ons thuis. In 2017 zijn we begonnen met een inloophuis in de stad Dimona in het centrum. In 2018 zijn we een huisgemeente gestart, een gemeente bij ons thuis. En ja, we zijn eigenlijk heel dankbaar dat de gemeente hier al vanaf het prille begin ons heeft ondersteund. Financieel en met gebed. Dus zij zijn niet alleen actief hier met het verkondigen van de naam van de Heer Jezus. Maar zij helpen ook om die naam ook te verkondigen onder Israël, onder het oude verbondsvolk. Ik las op jullie website de slogan liefde voor God en hart voor mensen. Liefde voor God en hart voor mensen. Weet dat in de Bijbel een heleboel woorden of gedeelten staan die gaan over de liefde. Een van de bekende teksten uit het boek Hooglied. Want de liefde is sterker dan de dood. Veel water kan de liefde niet uitblussen. En de rivieren zijn niet in staat om de liefde weg te spoelen. In 1 Korinthe 13 staat, al kon ik alle talen spreken, al kon ik profeteren, maar ik had de liefde niet, zo was ik niets. Daarom is ook de liefde tussen man en vrouw in de Bijbel een heel belangrijk thema. We weten dat de Bijbel begint met een huwelijk, Adam en Eva. En God zegt tegen de eerste mens, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. De Bijbel begint met een huwelijk en de Bijbel eindigt ook met een huwelijk. In het laatste Bijbelboek klinken daar die woorden. Laten wij blij zijn, want de bruiloft van het Lam, de bruiloft van de Heer Jezus is gekomen. En zijn vrouw, de gemeente, heeft zich gereed gemaakt. En toen werd ook het eerste wonder dat de Heer Jezus deed volgens het Johannes-evangelie. Deed hij tijdens een bruiloft. En als de Bijbel spreekt over de liefde tussen man en vrouw, dan is het belangrijk om te zien dat dat niet in de eerste plaats te maken heeft met verliefdheid. Hoewel dat ongeveer 40 jaar geleden het beste is wat mij is overkomen, verliefdheid. Maar liefde heeft in de Bijbel toch niet in de eerste plaats te maken met hartstocht, met gevoelens, met uiterlijke schoonheid. Ja, dat ook. Lees u het boek Hooglied maar eens. Zie, u bent schoon, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi, alles aan u is mooi. Het bruidegom zegt over haar bruid. Zijn benen zijn als marmeren pilaren. Zo is mijn liefste, zo is mijn vriend. En Salomo zegt, geniet het leven met de vrouw die je lief hebt. En van elkaar genieten als man en vrouw
kun je niet als je alle twee slaapt in een apart kamertje. En toch, als we willen spreken over de Bijbelse liefde, lieve broeders en zussen, dan moeten we een spade dieper gaan. Want een huwelijk in de Bijbel heeft in de eerste plaats te maken met een verbond. De belofte om aan elkaar trouw te blijven. Door dik en dun. In tijden van verliefdheid. En ook in die periode waarin de verliefdheid misschien wat over is. In de tijd dat je partner nog aantrekkelijk is en mooi. Maar ook 40 jaar later, als de haren van je man wat grijzer worden. Of hij op een gegeven moment misschien helemaal niets meer te kammen valt. En willen we het gedeelte van vanmorgen begrijpen, dan moeten we dit in gedachten houden. Het huwelijk als een onverbrekelijk verbond van trouw en toewijding. Een verbond tussen man en vrouw die zich door dik en dun aan elkaar vasthouden. Ik kom uit een kerkelijke traditie waarin achterin ons Bijbeltje stond dan het formulier om de huwelijksstaat voor de gemeente en voor Christus te bevestigen. En daarin moest de bruidegom beloven: ik beloof haar dat ik haar nooit zal verlaten. Ik zal haar liefhebben en ik zal getrouw voor haar zorgen. En de bruid belooft aan de bruidegom: ik beloof hem gehoorzaam te zijn, hem te helpen te dienen. En ik beloof hem nooit te verlaten. Heilig met hem te leven en hem trouw te blijven. Vandaag willen we een ogenblik stilstaan bij het korte hoofdstukje 3 van de profeet Hosea. En ook in dit gedeelte gaat het over beminnen en over het aangaan van huwelijk. Hosea 3. In Hosea 3 lezen we: en de Heere zei tegen mij: ga opnieuw bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt. Zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel ze zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Voor 15 zilverstukken en 1,5 homer gerst kocht ik haar toen voor mij. En ik zei tegen haar: u moet veel dagen bij mij blijven. U mag geen hoerij bedrijven. U mag geen andere man toehoren. En ook ik zal niet bij u komen. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven. Zonder offer en zonder gewijde steen. Zonder efod en afgodsbeelden. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heer hun God zoeken en David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heer en zijn goedheid wenden in later tijd. Het thema van de preek is het huwelijk van Hosea als een afspiegeling van de liefde van de God van Israël. Het huwelijk van Hosea als een afspiegeling van de liefde van de God van Israël. 3 punten. In de eerste plaats Hosea's liefde voor zijn vrouw en haar ontrouw. De tweede is het proces van herstel. En haar derde is: en zij leefde nog lang en gelukkig. In de eerste plaats Hosea's liefde voor zijn vrouw. De Heer zegt tegen de profeet Hosea in vers 1: ga opnieuw en bemin een vrouw. En uit het verband blijkt dat het hier gaat over zijn eigen vrouw. Maar waarom zegt de Heere God nu: ga opnieuw, ga nog een keer. Hoezo opnieuw, hoezo nog een keer? Wel, hiervoor moeten we eigenlijk terug naar hoofdstuk 1, vers 2. Daar zegt de Heere tot Hosea: ga en neem voor u een vrouw. Wel, tot zover is het niet zo heel vreemd. Maar dan geeft de Heere God aan wat voor vrouw Hosea tot hem moet nemen. Ga en neem voor u een vrouw van hoererijen. En deze vrouw is niet gedwongen door de omstandigheden
in de onvrijwillige prostitutie terechtgekomen. Maar als je het boekje Hosea leest, dan is zij een mannenjager. Het zit in haar bloed om, ja, om de hoer te spelen. Ze jaagt achter haar minnaars aan. En in Hosea 1 vraagt de Heere God aan Hosea om deze vrouw met de naam Gomer ten huwelijk te nemen. Wel, na hun trouwerij, na hun huwelijk, zou je denken dat het dan wel afgelopen is met haar hoererij. En met haar gaan naar andere mannen. Want nu, ja, in haar huwelijk heeft ze toch de veiligheid en de geborgenheid. Ze hebben immers nu een verbond gesloten voor het leven. Maar weet u, het tegendeel is waar. Terwijl ze getrouwd is, gaat deze vrouw weer de fout in. Nou ja, ze valt niet en ze struikelt niet, nee. Ze kiest er bewust voor om haar man ontrouw te zijn. Het buiten de deur te zoeken, weg te gaan bij Hosea. En in dat licht moeten we dus hoofdstuk 3 lezen. Waar de Heer zegt tegen Hosea, ga opnieuw, ga naar die hoer toe, ga naar haar toe die jouw vrouw is en bemin haar opnieuw, heb haar opnieuw lief. Heb haar lief ondanks dat ze op dit moment overspel pleegt. Ondanks haar ontrouw. Ondanks dat zij het verbond gebroken heeft. Ondanks dat, heb haar lief. Met andere woorden, Hosea, jij moet je houden aan je huwelijksbelofte. Neem haar terug in je huis. Kunt u zich voorstellen hoe Hosea zich gevoeld heeft? Er is toch immers niets ergers als afgewezen liefde. En buiten dat wat zullen zijn buren niet gedacht hebben. Dus steek je los bij die man. Laat die vrouw het lekker uitzoeken bij de andere mannen. Hosea, zoek toch een andere lieve vrouw. En wat een pijn moet deze Hosea hebben gehad. Ik ken hem niet als gemeente, niet heel goed. Ik weet ook niet wat er zich afspeelt binnen huwelijken. Misschien in uw eigen huwelijk. Misschien in dat van uw kinderen. Of andere kennissen, vrienden. Afgewezen liefde. Huwelijken die kapot worden gemaakt door ontrouw. Huwelijken die verwoest worden door ontrouw en overspel. Maar gemeente, dat is, deze geschiedenis is ons niet gegeven in de eerste plaats om ons te concentreren op de pijn van Hosea. En ook liggen deze geschiedenis niet in de eerste plaats een les over hoe wij, of hoe belangrijk in Gods ogen het huwelijk is tussen man en vrouw. Maar dit gedeelte wil ons eigenlijk maar één ding communiceren. En dat is dit. De liefde die Hosea moet betonen aan zijn overspelige vrouw, die ontrouw echtgenoot, is de liefde die de Heere God heeft voor zijn volk Israël. En we lezen dat eigenlijk heel de Bijbel door. In Deuteronomie staat, want jullie zijn een volk dat de Heere uw God heilig is. Jullie, zegt God, heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn volk te zijn. Jeremia 31, ja, ik heb u lief gehad, Israël, met een eeuwige liefde. En Israël wordt daar ook genoemd de bruid van de Heere God. En God is de man van het volk. En bij elk huwelijk hoort ook een zogenaamde ktuva. Dat is een huwelijksverbond wat gesloten wordt op papier. En bij de Sinaï, daar sloot God dat verbond met Israël. Twee partijen. De Heere zegt tegen Israël, ik beloof jullie trouw te blijven en trouw te zijn. Maar ik vraag van jullie dat jullie trouw blijven aan mij. Dat je achter mij aanwandelt met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met alles wat in je is.
Ja, we weten eigenlijk wat daarvan terecht is gekomen. Er staat in Hosea 3 ook dat ze zich wenden tot andere goden. In Hosea 4 staat dat de geest der hoererij heeft hen misleid. Zo was het gesteld met het volk Israël. Ik weet dat Miel gesproken heeft over Richteren. En daarin zien we eigenlijk hetzelfde. Elke keer opnieuw valt of viel het volk Israël in zonde, afgoderij. Zo was het gesteld met Israël in het verleden. Maar gemeente, we moeten zeggen dat het nu er niet veel beter voor staat. Ik weet niet hoe u op dit moment naar Israël kijkt. Het kan zijn dat u helemaal niet naar Israël kijkt. Maar bij sommige mensen, christenen, komt ook de vraag op: Heere God, hoe heeft u met zo'n volkje, zo'n volk ongeregeld, een huwelijk aan kunnen gaan? Waarom hebt u nu uitgerekend met hen een verbond gesloten? En we moeten zeggen, levenden in Israël kunnen ons die vraag heel goed voorstellen. Want niet alleen het volk in het geheel leeft los van God, maar ook de leiders die doen het niet veel beter. Moshe Katsav, de 8e president van Israël, aangeklaagd voor aanranding, veroordeeld tot 7 jaar cel. Ehud Olmert, die minister-president was en burgemeester van Jeruzalem, veroordeeld tot omkoping en veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Arya Dery, minister van Binnenlandse Zaken, een zeer religieus man, kreeg een gevangenisstraf van 3 jaar. Fraude, omkoping, corruptie, machtsmisbruik, er komt geen eind aan. Waarom? Waarom heeft God dan toch Israël lief? Waarom, ondanks dat Israël hun God heeft afgewezen, hun eigen Messias heeft afgewezen, waarom blijft God hen dan toch liefhebben? Nou, er is maar één antwoord op. Dat is onverbrekelijke trouw en liefde van God voor dat volk. Ja, het gaat hier in het bijzonder over de liefde van God voor Israël. Maar ook is daar natuurlijk een toepassing te maken op de wereld en op de gemeente. Wie kan begrijpen, wie kan peilen de liefde van God voor deze wereld? We zijn zo gewend in die tekst, want al zo lief had God de wereld, had hij zijn enige geboren zoon gaf. Hij gaf zijn zoon aan deze wereld. Het was geen wereld die op hem stond te wachten. Het was een wereld die hem afwees. Het was een wereld die de duisternis liever had dan het licht. En dan toch zegt God, ik geef mijn zoon tot redding van deze wereld. En denkt u van deze tekst? God bevestigt zijn liefde jegens u en mij. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaar waren. Lieve broeders en zussen, toen wij nog met onze rug naar God toe stonden. Toen had hij ons lief. En toen gaf hij zijn zoon. We gaan naar het tweede punt, het proces van herstel. We lezen dat Hosea deze vrouw, zijn vrouw, koopt voor de prijs van een slaaf. Want Hosea gaat op weg om zijn vrouw te zoeken en hij vindt haar op de markt. En hij koopt haar, vers 2, voor 15 zilverstukken en 1,5 gomer. Zijn eigen vrouw
bevindt zich op de slavenmarkt. En weet u, de prijs die hij betaalt, of de prijs die zijn vrouw waard is, is de prijs van een dode slaaf. Dat lezen we in Exodus 21. Als een rund een slaaf of een slavin met zijn horens stoot, en die slaaf of slavin die sterft, dan moet de eigenaar van het rund een schadevergoeding betalen van 30 sikkels zilver. Dezelfde prijs, de prijs dus voor een dode slaaf. Ja, de vrouw van een zeer gomer was terechtgekomen op de slavenmarkt. Ja, zo ging dat. Hosea had een vrouw getrouwd en een vrouw die de neiging had om haar lichaam te delen met veel andere mannen. En in haar huwelijkse staat is zij weggegaan bij Hosea. Ze kon genieten van de zorg van haar man, maar ze ging bij hem weg. Ja, toch me in de preek van Miel, verleden week, werd gezegd, je wordt vrijheid aangeboden, maar wat je ontvangt is slavernij. Je denkt te leven, te gaan leven in de vrijheid, maar wat je ontvangt is slavernij. En zo ging het ook steeds slechter met deze vrouw. Ja, we weten hoe dat gaat. In het begin ben je mooi en aantrekkelijk. En dan ben je veel waard, ook in onze tijd. Maar haar waarde in de ogen van de wereld wordt steeds minder. Wij leven in Dimona, een stad tussen Beersheba en de Dode Zee. En wij kennen Miss Marokko. Miss Marokko. Ja, een hele mooie vrouw toen ze nog in Marokko woonde. Een Joodse vrouw. Miss Marokko. Nu is ze oud. Lopen gaat haast niet meer. Alles is versleten. Ze moet met alles worden geholpen. En haar waarde in de ogen van de wereld is eigenlijk gereduceerd tot niks, tot nul. Nu staat ze als het ware op de slavenmarkt. En dan de eigenaar zegt, geef maar. Hosea, geef maar wat je ervoor wilt geven. Wel, de prijs die hij betaalt is niet de prijs hoe hij over haar denkt, maar hoe de wereld over haar denkt. Want Hosea was natuurlijk bereid om de hoogste prijs te betalen. Wat een liefde en wat een trouw. Toegepast op Israël. Israël als volk ging bij God vandaan, richteren. Maar als ze naar andere mannen ging en naar andere afgoden, als ze andere afgoden ging dienen, dan zakte haar waarde. Dan werd ze tot slaaf gemaakt. Weg bij het leven. Toen ze in ballingschap ging, verloor ze haar waarde. Maar weet u, in de ogen van God heeft Israël altijd haar waarde gehouden. In hoofdstuk 10 vers 8, daar zegt de Heer, ach Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word ik bewogen. Israël, waarom nou toch? Waarom moet je het zoeken bij andere mannen, bij andere goden, afgoden? In vers 3, u moet bij mij blijven. U mag geen hoerij bedrijven. U mag geen andere man te horen. En ook ik zal niet bij u komen. Hosea heeft zijn vrouw gekocht op de slavenmarkt. En zij is nu bij hem thuis. Maar dan zegt Hosea toch, en ik, ook ik zal niet tot u komen. Met andere woorden, ze zal in isolatie gaan. Ze zal stoppen met haar flirten naar andere mannen. Maar dat niet alleen. Ze zal ook een poosje niet genieten van het feit dat Hosea haar man is. Wel een relatie, maar geen ideale situatie. En Hosea zegt eigenlijk met andere woorden,
ja, we zijn wel getrouwd, maar we genieten nog niet met volle teugen van elkaar. We slapen een poosje in een apart kamertje. En de plaats die je als mijn vrouw eigenlijk zou moeten innemen, die plaats zul je nog niet innemen. Vers 4. Want de Israëlieten moeten vele dagen zijn zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder efod en zonder afgodsbeelden. Dit spreekt over het oordeel van God dat over Israël gekomen is. We kunnen denken aan de gezinnen weer. Het boek Richter is daar een prachtig voorbeeld van. Dat God, ja, die is genadig. God zoekt het goede voor zijn volk. Maar als ze hem blijven afwijzen, dan kan hij niet anders dan met zijn toorn, met zijn oordeel komen. En dat is ook gebeurd in de geschiedenis. Vele dagen zullen ze zonder leider zitten. We hebben gesproken over koningen, over offers, over de priesterschap. Ja, we weten, er is geen tempeldienst meer in Israël. Er is geen tempel meer in Jeruzalem om te offeren. In 70 na Christus werd de tempel verwoest. En al meer dan 70 jaar is er geen tempeldienst meer. Ook zit Israël zonder koning. Ja, we hebben dan wel leiders in Israël. Maar geen van hen kan Israël leiden naar die heerlijke toekomst waar de Bijbel over spreekt. Weet u, aan ministers hebben we niet tekort. Minister van Buitenlandse Zaken, minister van Binnenlandse Zaken, minister van Sport, minister van Gezondheid, minister van Toerisme. Ik weet niet hoeveel, maar een heleboel in ieder geval. Te veel om te noemen. Nu is het interessant dat in het Hebreeuws het woordje voor minister is sar. Sar. En dan kun je denken aan Jesaja 9. Daar wordt gesproken over de Messias. Over de Heer Jezus. En daar staat: een kind is ons geboren. En wat is zijn naam? Wonderlijk. Raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. En Sar Shalom. Hij is de vorst, hij is de minister van de vrede. En dat is waar het op dit moment in Israël ook aan ontbreekt. Naast de Sar HaBitachon, de minister van veiligheid. Naast de Sar HaTayrut, naast de minister van toerisme. Heeft Israël nodig de Sar Shalom, de grote vredevorst. En daarom staat hier ook: moet het volk nog lange tijd in duisternis blijven. En eigenlijk, broeders, is dat tot op de dag van vandaag zo. Het volk Israël leeft nog steeds in duisternis. Maar dan het laatste punt. Want ook deze situatie is tijdelijk. Kijk maar naar vers 3. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heer hun God zoeken en David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heer en zijn goedheid wenden in later tijd. Wel, dit spreekt over de glorieuze toekomst van het land en het volk Israël. Omwille van de tijd kan ik daar niet heel diep op ingaan, maar als u de profeten leest, dan leest u altijd, ja, over oordeel en over straf. Maar ook altijd over een heerlijke toekomst die er is weggelegd voor het land en het volk Israël. Israël als volk, als natie, zal straks hun knieën buigen voor hun eigen Messias, Koning Jezus. En gelukkig mogen we dat nu al zien op kleine schaal. Niet op hele grote schaal. En soms komt het op een hele wonderlijke manier. Wij hebben iemand die al een hele poos bij ons naar de samenkomst komt. En zij heeft kinderen
Maar die moeten eigenlijk niet veel van het geloof hebben. Maar hun kinderen hebben ook weer kinderen. En oma neemt altijd twee meisjes mee. En we gingen ophalen op Shabbat. En hun ouders hadden gezegd, ja, zij zijn eigenlijk bang. Van, ja, straks als mijn kinderen naar school gaan en ze laten de naam van Jezus vallen, ja, dan is dat in Israël nog steeds een groot probleem voor de kinderen. En ook dus voor de ouders. Dus de ouders die komen niet naar de samenkomst. Maar oma neemt altijd die twee meisjes mee. En de ene, hoe oud is de ene? Een jaar of 5. En we gingen haar ophalen met de auto. En toen zei ze, mag ik vandaag bidden in de kerk? Een meisje van 5 jaar. Waarvan de ouders bang zijn dat hun kinderen iets gaan zeggen op school over Jezus. En eigenlijk zo'n klein meisje vraagt dan, mag ik vandaag bidden in de gemeente? En we zien dat dat, ja, we moeten zeggen dat het echt een grote indruk op ons heeft gemaakt. Tijdens de samenkomst is het altijd tijd om, ja, voor mensen te bidden. Om zo'n klein meisje dan te horen bidden. Voor de bekering van Israël. Heer, wilt u uzelf ook laten zien aan andere mensen? En we verwachten uw komst. Want dan zal alles goed zijn, dan zal er vrede zijn. Ja, nu nog op kleine schaal. Hier en daar. Maar we mogen zeggen dat de Messias beleidende gemeenten, het aantal Joodse mensen wat gaat geloven in de Heer Jezus als de Messias, dat die aan het groeien is. Ja, hier wordt dan gesproken over David en koning. Het gaat natuurlijk over de grote zoon van David, de Heer Jezus. En nog steeds, ja, wijst Israël als volk de Heer Jezus af. En daarom bevindt dat volk zich nog steeds in isolatie. Zonder heiligdom. Zonder tempel. Zonder priester. Zonder hun eigen koning Jezus, Yeshua HaMashiach. Wat is nu de oplossing voor Israël? Wel, kom toch weer terug op dat boek Richteren. Inderdaad een prachtig boek. Toen riepen zij tot de Heere. Toen riepen zij tot de Heere. En weet u, dat was altijd het verlangen. Ook van de Heer Jezus. Dat zijn eigen volk hem zou aannemen. Jezus zegt tegen zijn tijdgenoten, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen niet willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verhalen. Maar jullie hebben niet gewild. Maar dan Matthäus 23, vers 39. Een prachtige tekst. Want daar zegt tegen Jezus, vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien. Totdat jullie zeggen, Baruch haba, b'shem Adonai. Jezus zegt, vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien. Totdat jullie als volk zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Totdat jullie mij als volk zullen verwelkomen, zal ik niet zichtbaar zijn. Totdat jullie gaan roepen om die grote verlosser, Richteren. Er kwam steeds een losser, een verlosser. Maar ook de verlosser zelf vielen in zonde. Uiteindelijk is er maar één verlosser. En dat is hun eigen Messias, Yeshua HaMashiach. Lieve broeders en zusters, er komt een dag in later tijd, zegt Hosea 3 vers 5, dat Israël als volk zich zal bekeren. En dat ze hun Heere en zijn gezalfde, de Heer Jezus, zullen zoeken en vinden. En weet u, dan zullen we wat beleven. En ik ben me ervan bewust, kijk, wij wonen in Israël, dus wij zijn wat meer betrokken op Israël. Het kan zijn, ja, dat u hier woont, dat je denkt, ja, wat moet het dan mee met Israël? Misschien wel interessant en zo. Maar Paulus zegt, want in de Romeinenbrief, als een verwerping verzoening heeft gebracht,
voor de wereld. Wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Omdat Israël, het Joodse volk, hun eigen Messias, Jezus, afwees als koning, is de boodschap van verzoening gekomen naar de lage landen. Ook in, ik weet niet eens hoe je het uitspreekt, Baaksem. Oké. Omdat Israël hun Messias afwees, is het evangelie hier terechtgekomen. En Paulus zegt met andere woorden, als dat al zoveel zegen heeft gegeven, ze wezen hem af. Wat zal er dan met deze wereld gebeuren als Israël als volk Jezus als de Messias aan zal nemen? En dan staat er dat ze zich zullen wenden tot de Heere en zijn goedheid. El Adonai Utovo, tof, tof. Heb je maar tof. Tof is goed. En is het geen zegen als we die goedheid van God hebben mogen ervaren in ons leven? Ik hoor dat er veel zieken zijn in de gemeente. We leven nog steeds in een gebroken wereld. En ook het leed gaat, broeders en zussen, gelovige mensen niet voorbij. Maar Psalm 34 zegt, proef, smaak en zie dat de Heere goed is. En ik hoop echt dat in uw lijden, in uw pijn, en we willen niet komen met goedkope woorden, maar dat u inderdaad zult proeven en smaken dat de Heere goed is. Hebben wij al van zijn genade en van zijn goedheid in ons leven geproefd? Ook wij kunnen nu al reeds Gods goedheid ervaren. Wij zijn niet opgevoed met opwekkingsliederen, maar met de oude psalmen. En elke keer als ik spreek over de goedheid van God, dan komen die oude psalmen weer boven. Zeren goedheid kent geen palen. Psalm 36. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Psalm 42. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God. Sla het oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Psalm 86. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuldvergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Ook als u ziek bent, ook als u moet lijden. Ach ja, wat zijn we mensen toch slechte troosters. En vaak is het maar beter om niet te veel woorden te gebruiken als we staan aan een ziekbed. Maar dit is waar. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Dat is de belofte die we hebben. Ja, dan zijn we toch de gelukkigste mensen op aarde. Wanneer we die goedheid van de Heer hebben geproefd, heel persoonlijk. En dat evangelie, ja, dat mag u hier uitdragen. En wij mogen het doen in Israël. En Esther en ik wil u echt oprecht danken voor jullie gebedssteun en voor jullie financiële steun. Want wij mogen dan ook namens jullie die opdracht in Israël vervullen. Om ook Joodse mensen bekend te maken met dat evangelie van vrije genade. En dan is aan de ene kant is het evangelie heel persoonlijk. En ik hoop echt dat u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke borg en zaligmaker. Het gaat om persoonlijk geloof. En toch, broeders en zussen, moeten uitkijken dat we niet gaan navelstaren. Soms zijn we zo met ons eigen kleine wereldje bezig, dat we vergeten dat het God te doen is om heel de schepping. Heel de schepping zucht
En heel de schepping zal worden verlost. Corona, oorlog in Rusland, Oekraïne. Weet u, volgens de Heer Jezus is dit pas het begin van alle smarten. Maar Jezus zegt, wanneer nu al deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog. Hef uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. Wat een dag zal dat zijn, wanneer de Heer Jezus terugkomt. Er is een profetie in Zacharia waar staat dat eens straks zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En dan zal hij zijn rijk van gerechtigheid, van vrede oprichten. Zijn shalom wordt wereldwijd. Wat kunnen we daar naar uitzien? Niet als een vlucht. Maar omdat we weten dat dit het woord van God is. Ik had er even opgeschreven, hoe werd het net gezegd? Op het jeugdkamp. Iets over een bocht. Een box. Ja. Ja. Soms moeten ook wij buiten die doos denken. Soms zijn we zo bezig met ons kleine wereldje, wat ook heel belangrijk is. Maar dat we het grote geheel uit het oog verliezen. Want wij verwachten de Heer Jezus als onze zaligmaker. Van een tijd zal dat zijn. Vrede in Israël. Vrede in de wereld. Maar dat gaat niet buiten de Heer Jezus om. Ook wij, lieve broeders, zullen straks ons heiland zien in al zijn glorie. Er is hoop voor Israël. Er is hoop voor de kerk. Er is hoop voor de wereld. Er is hoop voor u en mij. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Schitterend in schoonheid en pracht. Hem zal ik daar dankbaar mijn hulde steeds bieden. Dat hij het voor mij heeft volbracht. Amen.